guys, ik ben Jeroen. En ik ben Niels van Survivor & Coaches. Vandaag zijn we de eerste aflevering van de nieuwe rubriek van de Survivor & Bond aan het opnemen. Yes, en vandaag gaan wij een potje klimmen bij... Survivor Vereniging Leeuwarden. Let's go! Let's go! We zijn alvast in Leeuwarden. Ja, warming-up gaat zo beginnen en wij sluiten gewoon lekker aan. Komt wel eens voor dat je met schone schoenen thuis komt na zo'n training? Of, Altijd. Ja. Wel? Tuurlijk, eerst even poetsen. Zijwaartse plank! Het is allemaal blubber hier, man. Dat is niet normaal. Zo hoort Survivor eigenlijk te zijn. Het is een grote groep hier op de zondagochtend. Dat is mooi om te zien. Allemaal ervaren lui, volgens mij. Dat is gewoon mooi. Wat voor onderdelen komen altijd terug bij jou, warming up? Lopen, natuurlijk. Wat lichte dynamische rek en dan meestal wat een beetje een krachttrainingblokje. Om het huiswerk te controleren. Huiswerk? Ja, je moet thuis ook je buikspieren doen. Dus wat staat op de planning voor vandaag? Veel herhaling en lopen ertussen. Lopen wordt al een beetje onderschat, dus dat gaan we doen. Nederlands kampioen judoka. Ja. En waarom ben je aan het survival dan? Ja, omdat je alle spieren wel gebruikt, denk ik. Kijk, en dit is nog altijd een perfect moment voor een diepte-interview. Hoe word je nou Nederlands kampioen judoka? Hard trainen. En als je er plezier in hebt. Hij is de eerste keer dat ik vandaag mee is. Dat ben je niet. Hou op, man. Als je hem ziet klimmen, dan geloof je toch niet? Ja, maar dit is wel zo. Wat maakt survival nou zo'n goede sport ter ondersteuning van bijvoorbeeld judo? Verzuring. De laatste minuut is zeg maar het moeilijkste. Dus ja, dan begint de grip. Dan is dit ideaal. Denk ik. Ja, super gaaf hier. Ze zijn hier achter me bezig met de cooling down. Ondertussen zijn een paar lui hier met de warming up bezig. Andere groepjes die in het bos nog aan het klimmen zijn, is jeugd tegelijk bezig. Van alles is tegelijk gaande. Het is echt een bruisende club hier in Leeuwarden. Super vet. De eerste training zit erop. Ja, de eerste groep was een mooie grote groep. Verbaas ik me eigenlijk over. Nu iets over 10 en we gaan straks om 9:45 de volgende groep kijken. En ik denk dat we daar ook maar even die challenge gaan uitrollen. En ik heb gehoord dat we nog even de aaphang over het water moeten doen. Oh, van wie heb je dat gehoord? Ja, van iemand. Van meerdere mensen. Er is een lange aaphang. Je moet niet in het water vallen, want dan lig je in het blauw al. Ja, precies. Nou ja. Dus dat is een mooie uitdaging, niet? Gaan we gewoon doen. Blijf zo zeggen, ik ga weinig uitdaging uit de weg. Maar ja. Ja, hier achter mij. Kenmerkende hindernis van Leeuwarden. Aaphang van 60 meter over het water. We gaan hem eens doen. Volgens mij was de challenge heen en weer, toch? Het is volgens mij 120 meter. Ik ben kapot. Er lopen twee heren, die willen zichzelf even introduceren. Ja, goedemorgen. Jullie hebben volgens mij een mailtje gekregen dat wij aanwezig zouden zijn. Ik ben Niels, dat is Jeroen. We zijn van Survivor & Coaches en wij hebben een samenwerking met de SBN, Survivor & Bond Nederland. En we gaan dit jaar verschillende verenigingen langs. Vandaag zijn we jullie, dus we gaan een potje klimmen bij. Ja, de groep hier gaat nu warming-up doen. Wij gaan even met de drone naar het veldje toe, waar ze straks de oefening gaan doen. Kijken of we mooie beelden kunnen maken. Let's go! We gaan ze snel op, Jeroen. Zorgen dat we bij het water zijn. Want we willen hele mooie beelden schieten. Maar dat is niet makkelijk als cameraman. Dat is niet makkelijk. Wat vind je nou van al die krachtoefeningen? Ja, mooi man. Ja, nu kapot gaan en straks lekker gaan trainen. En even 5 keer snel. 1, 2, 3. Ja,
Wat is nou de beste manier om mensen erbij te betrekken dan, om trainer te worden? Ja, toch het motiveren dat het toch wel heel leuk is. En wat jij leert om dat over te brengen aan kinderen. En ja, dat is toch de generatie weer voor later. En ook om vooral de kinderen ook niet allemaal op de bank te houden achter de iPads en alles. En dat ze, je ziet ze gewoon genieten van de natuur en je ziet ze gewoon hier met veel enthousiasme komen. En ja, en ik denk dat je daarmee de mensen ook wel weer kan overtuigen om te helpen erbij. Om er ook weer heel veel plezier van terug te krijgen. Nou, mijn volgende challenge was eigenlijk om alle drie de competities van Survival te gaan lopen. Echt? Ja. Bizar. Ja, dat was, die had ik eigenlijk voor dit komend seizoen op programma staan. Ja. Ja. Maar het wordt je niet makkelijk gemaakt. Nee, er is geen run. Nee. Ja. Jij gaat nu het baantje klimmen. Ja, ik ben wel benieuwd. Dit kan je schijnbaar eindeloos doorklimmen. Combi helemaal naar het einde en dan kun je nog een lusje maken en zo. Dus ik ga gewoon rustig aan klimmen, makkelijkste weg kiezen. Kijken hoe lang ik kan blijven hangen. Voetje van de vloer. Oh, let's go. Hey Jeroen, ja? Wat is nou de zin van het leven? Genieten. Jeroen, mag ik nu van je overnemen? Ja. Niels, wat zou jij doen met een miljoen euro? Ik zou heel lang op vakantie gaan. Oeh. Ah. Lekker stukje. Wissel. Wissel. Dit is een zware. Niet zoveel grip. We hebben één rubriek die bij iedere vereniging terugkomt. En dat is zo snel mogelijk met een drietal heren en een drietal dames 50 swingovers maken. Jeroen, heb jij een timer aan? Ik heb een timer. Zijn we klaar voor? In 3, 2, 1, go! En laatste. 50. 51. Gedaan dames, hoe voelt het? Duizelig. Duizelig? De tijd is geworden. 2 minuten. 31 seconden. Zeker even voor het worden. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja, klaar voor? Let's go, swing of challenge, heren Leeuwarden. In 3, 2, 1, go! Hey, klasse! Yes! Heren, Leeuwarden! Kom er even bij! Een razendsnelle tijd! Ja. 1 minuut, 30 seconden! Woe. Succes bij jouw clubpie! Als we langskomen, gaan we met jullie doen. Ga er maar vast voor trainen! Nou, dat was hem, Jeroen. Een potje klimmen bij. Potje klimmen bij Leeuwarden. Wat een fantastische speeltuin hier, zeg. Was echt gaaf. Ik heb een beetje verzuring door die grote aaphang die ik heb gedaan. Ja, jij pakt hem tenminste wel goed heen en weer. Respect ervoor. Dat was heel erg mooi. Goed gedaan. Ja. Leuke vereniging. Ja, leuke manier van trainen. Merkt, toffe sfeer hier. Er wordt serieus nagedacht over wat ze doen tijdens de training. En het is gewoon super gezellig. Mensen helpen elkaar. Ja, wat een grote groepen. Dat is niet normaal. Ja, enorm. Ja. Maar mocht je nou vet vinden, zorg dat je het even volgt. Zorg dat je een duimpje omhoog gooit op ons YouTube-kanaal. Ja. Wij gaan hem hier afsluiten. Dit was vandaag een potje klimmen bij en wij willen jullie allemaal heel erg bedanken. Bedankt jongens. Mensen, bedankt. Later. Nou, top. Nog een keer. Ja, volgens mij is er één teken gewoon. Volgens mij ook. Volgens mij ook. Daar gaat het helemaal opkomen. Dankjewel, ja.